Welkom bij een nieuwe video iedereen. Ik sta momenteel in een van onze stalletjes omdat ik vandaag ga beginnen met een heel leuk project. Ik heb hier achter mij een heel groot cavia verblijf staan dat ik van iemand gekregen heb. En het is echt heel erg groot. Het gaat super mooi worden als het eenmaal klaar is. Maar zoals jullie zien kan het wel een schoonmaakbeurt gebruiken. En hier en daar moeten er nog wat dingen bevestigd worden. Maar vandaag gaat mijn dag dus bestaan uit het schoonmaken van dat verblijf. Het inrichten, het hooi erin doen, de drankbakjes, drinkbakjes. En dan uiteindelijk de cavia erin zetten. Dus ik ga dat allemaal filmen en aan jullie laten zien. Lijkt me wel een leuk proces. Ik heb hier een aantal benodigdheden klaargezet. Ik heb een handdoek en zo'n klein washandje. Een ding om stof te vegen. Iets om deze glazen schoon te maken. Want ja, ze zijn gewoon heel stoffig. Kijk, ja, heel vies. En dan heb ik hier in de emmer ook nog een paar dingen. Een spons en zo'n schrobbertje. Dus we gaan beginnen, denk ik, met alles er even uit te halen. Er liggen hier ook van die rubbermatten in, maar die ga ik eruit nemen. En ik heb zelf nieuwe matten besteld. Die heb ik hier buiten liggen. Hey Shiloh! Dus die matten die staan hier en die ga ik er daarna inleggen. Maar dus ik ga beginnen met alles eruit te halen en alles schoon te maken. Ik zal jullie even laten zien hoe alles er momenteel uitziet. Dus het is een verblijf op poten. Dus het is wel fijn dat er hieronder dan nog dieren kunnen rondrennen. Dit glas moet ik hier inzetten als ik het heb schoongemaakt. Dan heb ik hier een hooiruifje. Dit is voor een drinkflesje. Hier gaat er een trapje naar het tweede verdiep. Nog wat hooiruifjes en nog wat drinkbushoudertjes. Dit is het tweede verdiep. Ook weer een hooiruif. En ook hier kan alles een schoonmaakbeurt gebruiken. Dit is waar het trapje naar boven komt. Maar dus op zich echt wel een heel leuk cavia verblijf als het is schoongemaakt. Maar dat gaan we nu doen. En ik ga jullie alles laten zien. Ik heb de rubbermatten eruit gehaald en het ziet er al meteen wat beter uit. Het volgende dat ik ga doen is wat stof vegen. En hierboven kan ik de rubbermat er niet uithalen. Die is echt vastgelijmd. Maar dat is niet echt een probleem, want deze is nog wel in goede staat. Jullie hadden gezien dat de matten die beneden lagen, dat die loskwamen. En dat er dus urine en uitwerpselen onderin zouden gaan kunnen. En dan het hout zouden gaan aantasten. Maar hierboven is het echt nog in perfecte staat, dus no problem. Maar we gaan nu een beetje stof vegen. Met mijn blikje en mijn borsteltje. Wat leuk. Yeah.
nu al het stof eruit gehaald. En ik denk dat ik als volgende alles een beetje ga insoppen met water en zeep. Dus deze oppervlakken. En terwijl dat een beetje kan intrekken, ga ik het glas poetsen. Ik denk dat het glas echt wel de grootste transformatie gaat zijn. Dus ja, dat is mijn plan. En dat gaan we nu doen. Alles is nu schoongemaakt. Ik heb ook alles nog een keer grondig gespoeld met water, zodat er zeker geen stoffen van de schoonmaakmiddelen achterblijven. Maar ik ga nu verder met het plaatsen van de rubbermatten. Die ga ik erin leggen om dus te voorkomen dat de urine en de uitwerpselen het hout gaan aantasten. De rubbermatten zijn echt enorm zwaar, dus ik hoop dat ik ze erin krijg alleen, maar we zullen zien. Hoe ga ik dat doen? Oh my god. Echt heel simpel uit, maar het is echt heel zwaar. De afmeting van de mat was bijna perfect, maar toch niet helemaal zoals jullie kunnen zien. Maar dat is niet erg. Ik ga gewoon met een mesje wegsnijden wat te veel is. Ik heb het zo goed mogelijk op maat gesneden. Het is echt heel moeilijk omdat de rubber echt zo dik is en mijn mes komt er gewoon niet door. Hoe de kooi eruit ziet nu het strooisel erin ligt. Echt super mooi. Ik heb hier ook een tegel gelegd, zodat de cavia hier de nageltjes wat op kan slijten. En hier ga ik dan ook de groentjes opleggen, zodat die niet gaan volhangen met het strooisel. Ik heb net al een bakje gevuld met wat water en ik ga dat voorlopig, denk ik, hier zo zetten. Hier ga ik wat caviakorrel in doen. Zo. Ik ga denk ik dit bakje wel wisselen voor een ander bakje. Maar dat moet ik dan wel even gaan zoeken. Maar ik vind dit misschien net wat te groot en te hoog. Dan heb ik hier in dit bakje net wat groente voorbereid. Er zit wortelrasp in. Wortelstukjes, witloof en wat takjes van onze wilgenboom. Dat hebben de dieren ook allemaal heel erg graag. En dat ga ik hier zo leggen. Het caviaverblijf is nu eindelijk klaar. Ik ben heel blij met het eindresultaat en ik ga het jullie zo meteen laten zien. Ik heb net ook de cavia gehaald die ik in dit verblijf ga zetten. Hij is heel erg bang, dus ik ga niet te veel de camera in zijn gezicht stoppen. Hij gaat waarschijnlijk ook heel erg schrikken als ik hem erin zet. Maar hij gaat sowieso wel echt heel blij zijn met dit verblijf. Maar hij is gewoon van karakter heel schuw en heel bang. Dit is het eindresultaat.
Jullie hebben natuurlijk alles stap voor stap al gezien, maar nu zien jullie het totaalplaatje. Ik heb in alle ruifjes hooi gedaan, zodat hij kan kiezen waar hij wil gaan eten. Het huisje heb ik onder het trapje gezet, zodat hij zich heel veilig kan voelen daar. Het water, de groenten en de takjes, de caviakorrel. En dan heb ik zelf nog een schuilplekje gemaakt met gewoon een stuk hout dat ik buiten had liggen van een wilgenboom. En dit is een soort dakpan. Zoals ik voorspeld had, is de cavia heel erg bang, maar dat heeft niks te maken met zijn verblijfje. Dat is gewoon zijn karakter. Maar ik hoop dat hij blij is met zijn nieuw huisje. En ik hoop dat er snel ook nog een caviaatje bij kan ter gezelschap. Maar dat was alles voor deze video. Ik hoop dat jullie het interessant vonden om te zien en dat jullie eindresultaat leuk vinden. Laat me zeker weten wat jullie vonden van deze video en ik hoop dat ik jullie weer zie in de volgende video. Doei!